Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die niet ken ik de Savenwoord. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken en mij te supporten. Het is vandaag maandag en dat betekent dus een nieuwe weekvlog. Ik zit deze week nog 2 dagen in quarantaine en woensdag mag ik eindelijk uit quarantaine. Stan is inmiddels al naar huis, want hij mag dus wel uit quarantaine, want hij is dus eerder ziek geworden als ik. Ik heb me net gedoucht en een beetje opgemaakt en omgekleed. Ik heb nu online les, ik had vanochtend ook een online les, het is nu 2:30. Ja, ik heb geen foundation op. En jullie zeiden dat jullie dit veel mooier vonden, dus ik ga dat voor de everyday look vaker doen. Daarnaast, outfit of the day, heb ik deze top aan. Het is een body met een V-ras van bij Jules Fashion. En een broek van Naked. Ik heb leuke mom jeans en leuke schoentjes eronder van H&M. Heel erg cute. Best wel een simpel outfitje. Ja, mijn bureau staat dus nog hier. Want mijn vader die slaapt nog op de kamer waar ik normaal dus edit. Want mijn moeder is ook nog ziek. Dus hij moet apart zijn. Hij is gelukkig 2 keer negatief getest. Dus hij is... niet in aanmerking met ons en hoeft dus ook niet in quarantaine. Nou, wel in quarantaine, maar hij is niet positief. Mijn moeder is nog best wel ziek. Ik ben zelf gelukkig niet ziek geweest. Ik heb alleen totaal geen reuk en smaak. Ik had gisteren frikandel speciaal op en ik proefde gewoon niks. Ik proefde gewoon geen ui en ik had net een koffie en ik proefde het gewoon niet. En ik ruik ook gewoon niks. Echt normaal, Stan heeft echt een sterk luchtje en hij spoelt dat luchtje op en ik rook het gewoon niet. Het is zo apart. Maar ik heb dus nu les... dus ik moet even de les in. Ik ga vandaag echt niks doen. Morgen ook niet. En vanaf woensdag heb ik eindelijk weer leuke dingen. Het is echt bizar mooi weer trouwens. Het wordt woensdag ook echt 20 graden. Echt geweldig. Dit lijkt echt weer op de eerste lockdown vorig jaar. Maar dat was toch wel een leukere lockdown of zo voor mijn gevoel. Maar ja. Ik ga nu maar online les volgen. Want het staat bijna online. Ja. En dan vandaag, ja, wat ga ik doen? Geen idee nog. Woensdag ga ik een video opnemen met Isman Bo. Heb ik super veel zin in. En ja, verder nog even kijken. Oké. Okay. Zo morgen. Het is al 4:30. Ik heb nog niks gegeten. Alleen een stukje taart van gisteren. Ik heb deze taart gemaakt. Gisteren. En dat heb je natuurlijk niet gezien deze weekvlog. Maar het was zo lekker. Dat vlog een stukje om met koffietje. Maar dat is zo lang geleden. Maar ik heb nog steeds nog een half uurtje. Dan ga ik veel roerei maken. Daar heb ik echt super zin in. En dan een koffietje. En dan gaan we weer avond eten. Dus ik ga echt niet veel eten. En ik heb ook helemaal niet veel honger. En deze dag, ik heb echt gewoon niks gedaan. Dus zo sorry. Helemaal geen zin hierin. Ik heb dus heel leuk zelf net een achtergrond gemaakt op mijn laptop. Hier zijn dingen die ik nog moet doen. Ik bijvoorbeeld dit factuur nog versturen. En dan zet ik dat hier. Heb ik hier persoonlijke mapjes, dingen voor school. Dit moet ik nog in mijn portfolio zetten. Dat kan ik nog niet vergeten. En dit zijn dingen voor YouTube. Dus ja, ik heb even een hele leuke background gemaakt. Ik ga ervoor zorgen dat ik... deze achtergrond opsla en dat jullie dat jullie dit linkje kunnen downloaden en dat jullie deze achtergrond ook kunnen downloaden, want hoe leuk. Oké, het is inmiddels 4:00. Ik ga nu pas lunch maken. Ik moet ook zelf koken, dus ik ga denk ik gewoon lekker laten koken. Maar wat ik dus maak is een omelet met groentes. Ik heb champignon, ui, paprika, tomaat en courgette. En ik ben heel benieuwd. En dan doe ik er 2 eitjes doorheen roerbakken. Ik ben heel benieuwd of ik dus wat proef. Want het is nog steeds echt dramatisch. Als ik hier boven ruik. Ruik ik bijna niks. Ik ruik gewoon. Nou, ik ruik gewoon echt gewoon een beetje warme lucht. Oh, zit ik helemaal lekker maanden voor mezelf te maken, dat voel ik het niet. Maar ja, in ieder geval, het is wel gezond. Dus zo kan het niet kwaad. Zij zo. Oké, ik heb het ei hier. Ik ben heel benieuwd of ik dit ga proeven. Ik heb er heel veel sriracha door gedaan. Mensen die zeggen echt, ik ga stuk om Sarah, want ze gooit sriracha door alles. Maar ik hou gewoon heel erg van pittig eten. Dus ik vind het gewoon lekker om alles... wat spicier te maken, want dan is het gewoon lekkerder voor mij. Sommige mensen doen dat heel erg met zout. Ik doe het echt met pittig. Oké.
Let's try. Ik ruik dus niks. Je proeft wel wat. Het is niet dat ik niks proef. Maar ik proef niet wat je hoort. Wat ik vooral proef is de sriracha. En dat had ik dus ook gelezen. Dat je pittig eten het meest proeft. Jezus. Ik proef zeg maar die pittigheid. Maar de smaak ervan niet. Het is heel raar. Ik proef wel dat het zout is. Maar ik proef geen groente en ei. Ik zweer, dit is zo apart. Het is zo raar, want ik weet hoe het proeft, maar ik proef het gewoon niet. Ik proef het gewoon niet. Nou, het is zo apart. Het wordt alleen maar erger voor mijn gevoel. Gisteren had ik dit echt nog niet hoor. Nou, het begon echt gisteren toen ik die frikandel speciaal ging eten. Toen dacht ik echt, ik proef geen ui, ik proef helemaal niet. Ik proef helemaal geen frikandel en een kipcorn proefde ik ook niet. Zeg maar, je weet hoe het smaakt. Dus je weet dat het soort van lekker is, maar nu is het heel erg. Ik eet het wel gewoon op, want ik heb op zich wel gewoon honger. Het is 4:30 of zo. Maar het is nou niet echt dat ik denk van wow. Hier heb ik echt zin in. Zo raar nu. Ja, mensen die dit ook hebben, let me know. En geef een tip of hoe lang duurde het bij jou voordat het terugkwam. Want ik moet aankomende woensdag eten promoten. Als ik het niet proef, dat zou zo zonde zijn. Ik hoop echt dat het dan beter is. Ga ik namelijk van de Harbor Club krijg ik eten. En dan kan ik er niet van genieten. Het zou echt fucking kut zijn. Oké, ik heb maar even een zoete koffie, een ijskoffie gemaakt. En dit smaakt gewoon naar water, dus ik weet niet wat ik aan het doen ben. Want ik zit allemaal calorieën naar binnen te werken, op toch die proef. Oké, ik ben nu even aan het editen. Ik heb trouwens dit scherm zo nu, het is echt super chill. En ik heb ook fijn ook het brood gekocht als je de vorige week nog niet had gezien. Ik ga nu even samen met mijn vader HelloFresh koken. En ja, that's my life. That's my life. Oké, het is inmiddels 10:30. Ik heb eigenlijk de hele avond geëdit. Ik ben nu klaar met de weekvlog en ik ga mijn bed in, denk ik. Want ik heb echt knallende koppijn. Echt nog steeds last van corona. Echt fucking irritant. Ik proef ook helemaal geen kloten. Dat is ook kut. Ik ga denk ik alsnog wel even een theetje zetten. En dan ook een filmpje kijken in bed. Ik wil Bridgerton gaan kijken. Want ik hoor heel veel mensen erover. Of ik zie echt veel op social media dat het helemaal leuk is. Voor mijn gevoel ben ik dus gewoon echt niet scherp. Maar het kan ook wel heel blind zijn. Ik ben heel veel blij dat gewoon de weekvlog klaar is. En dat het morgen ook allemaal klaar is. En dan ga ik gewoon proberen op tijd te slapen. Want ja. En ik dacht echt dat de week van vorige week echt stom zou zijn, maar het is echt vet leuk geworden. Dus daar ben ik echt blij mee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Het is 11:00. Ik merk dat ik nog zo moe ben. Ik sliep gisteren om 12:00 en ik had mijn werk om 9:00 gezet. Toen ik in slaap gevallen, toen ik 10:00 wakker. En toen heb ik echt nu van 10 tot 11:00 een beetje geslapen en op mijn telefoon gezeten. En ik merk dat ik zo moe ben nog. Maar ja, weet je, het is ook niet erg. Ik moet mezelf ook gewoon niet rust gunnen. Ik ga nu lekker koffie maken. Ook al proef ik het toch niet. Maar ik heb het wel nodig. En ja, dan heb ik vanmiddag online les. En ik ga denk... Ja, ik heb geen idee wat ik ga doen. Echt geen idee. Oh my god, guys. Kijk hoe cool. Ik irriteer me echt dood dat al die mapjes blauw waren. Want dat zag er niet uit op deze achtergrond. En ik wist dat je die icoontjes kon veranderen. Dus ik heb ze nu in het zwart. Ik heb dat zelf gemaakt. Ik zal deze ook wel een linkje in de beschrijving zetten dat je deze kan downloaden. Oké, ik ga even uitleggen hoe je dus zo'n mapje moet doen. Wat je hebt. Je hebt hier dus mapjes bijvoorbeeld. En je hebt een transparant mapje. Deze zet ik ook in de beschrijving dat je die kan downloaden via een downloadlink. Wat je dus doet is, je opent die,
afbeelding. Dan klik je op wijzig en kopieer. Je moet het echt op deze manier kopiëren, anders doet hij het dus niet. Bij mij in ieder geval. Dan klik je de map die je wil veranderen. Klik je op tooninfo. En dan klik je hierop. Op dat mapje klik je dan. En dan klik je op command V. Dat is plak. Dus dan klik je op command V. En dan verandert hij hem. En wat ik dan zou doen is, dit is je voorbeeldmap. En al je andere mappen doe je ook tooninfo. En dan sleep je dat mapje eigenlijk gewoon een soort hierin. En dan verandert hij hem. Nou, super makkelijk en leuk. Oké, ik heb even een paar dingen voor YouTube geregeld. Ik heb even een hele stelle outfit aan. Ik heb een sportlegging en dit topje van Sevool. Ja, meest simpele outfit ever. Ik ga nu even lunch maken. Ik ga denk ik even scrambled egg maken met wat groenten erdoor. Ik heb namelijk helemaal niet zoveel honger. Want ik proef ook niks. Dus je hebt echt niet zin om te eten of zo. Het is nog steeds fucking mooi weer. But I can't enjoy it. That's so sad. Ik ga echt geen kloot te doen. Vandaag mag ik uit quarantaine. Dus ik ga denk ik boodschappen doen of zo. Het uitje van de week. En mijn vinger is trouwens al een stukje beter. Ik heb nu een pleister om. Het zag er echt heel vies uit. Oké, ik heb even lunch gemaakt voor mezelf. En ik heb nu les. Ik heb hetzelfde eigenlijk als gisteren. Een beetje roerei met van alle groentes. Maar ja, ik proef er toch niks van. Oké, het is inmiddels 4:45. Ik heb vandaag echt alleen les gehad en geen kloten gedaan. Ondanks de hele coronavirus situation. Ja, gaat eigenlijk best wel goed. Ik weet niet wat het is opeens, maar ik voel me opeens zo mezelf. Het is echt zo van... Ik ben echt gekomen op een punt dat ik denk van... Ja, ik weet niet. Ik kwam echt tot een realisatie afgelopen week dat ik dacht... Oké, ik was gelukkig, maar niet echt 100% mezelf of zo. Klinkt heel apart, maar... Ik ben iemand die heel perfectionistisch is, goed mijn werk doet en dingen niet zo snel links laat liggen. Alles perfect wil. En ik merkte op mijn YouTube kanaal dat ik... Eigenlijk alles maar snel deed. Snel even een weekvlogje editen. Niet zoveel. Ik steek niet normaal veel tijd en moeite in mijn YouTube kanaal. Maar vroeger deed ik dit veel meer. En nu verwacht ik allemaal een soort van dat het vanzelf gaat. En dat is natuurlijk niet zo. Want ik ben er 24/7 mee bezig. Jullie willen het niet weten. Maar ik vind het zo leuk. Want ik hou echt van mijn YouTube kanaal. Maar... Nu ik van ook het probe gekocht, heb ik echt het gevoel van, ik kan echt laten zien wat ik kan. Weet je, want ik kan veel meer editing en skills en ik heb veel meer in me dan ik eigenlijk laat zien. En dat is eigenlijk super zonde, want ik ben een hartstikke gedreven en gemotiveerd persoon. En ja, ik heb school links laten liggen, ik heb een soort van alles links laten liggen. En nu denk ik echt van, nee, dit ben ik niet. We gaan ervoor en ik denk ook dat het weer hier echt mee inspeelt, want... Ik word gewoon depressief van de winter. Ik heb zo'n winterdip altijd. En nu heb ik echt zoiets van, nee, we gaan weer knallen. We gaan de leukste content maken. We gaan gewoon keihard, weet je. En daar heb ik gewoon echt heel veel zin in. En ik hoop jullie ook. En ik wil echt alles aan doen om content steeds te verbeteren. Dus ik hoop dat jullie het wel leuk vinden. Het is niet alsof het lijkt alsof ik nu de afgelopen maanden geen kloot heb gedaan. Want het is echt totaal niet waar. Maar wat ik doe, heb ik echt mijn best voor gedaan. En dat ga ik ook blijven doen. Maar ik wil gewoon... Een soort van de next step maken. En ik weet niet waarin dat is. En ik wil heel graag een soort mezelf onderscheiden. En ja, misschien echt mezelf laten zien. Maar ik weet nog niet helemaal hoe en op wat voor manier. En hoe, wat en precies. En weet ik het allemaal. Maar het zit heel erg in me. Het vreet echt aan me de laatste tijd. Ik denk van, ik weet niet. Ik wil gewoon laten zien wat ik kan. En ja, dat kost gewoon heel veel tijd. En ik heb natuurlijk ook gewoon school en zo. Dus dat is gewoon het lastige. Maar... I don't know. Ik hoop, het was echt een vet raar verhaal en vet random, maar ik hoop dat jullie me begrijpen en ik hoop dat jullie, ja, het wel gewoon leuk vinden wat ik plaats. Oké. Het is inmiddels een tijdje verder. Ik ben nu eten aan het koken met mijn vader. We zijn kaasburgers aan het bakken en we hebben lekker aardappel en bloemkool. Auw. En ik heb net ook even een soepje gemaakt. Tomatensoep en die moet morgenochtend in de slow cooker en dan hebben we lekker soepie. Echt, ik zweer, call me simpel, maar dit is echt gewoon mijn lievelingseten, zowat. Oké, het is inmiddels 11 uur.
Ik heb nog even een rondje gelopen met Bo, want het was echt vet mooi weer. Dus ja, daarom wilden we nog even genieten van het weer. En Bo is ook positief getest trouwens op corona, dus we konden met elkaar zijn. En morgen mag ik ook het quarantaine, dus super chill. Ja, ik heb de hele avond Bridgerton gekeken. Dat is een nieuwe serie op Netflix volgens mij. En ja, ik zag een paar keer voorbij komen op TikTok en ik vind series kijken geweldig. Ik heb echt elke mogelijke serie die op Netflix staat gezien. Voor de vragen, mijn all-time favorite serie is sowieso The Vampire Diaries. Echt all the fucking way. Ik heb hem denk ik wel 4 keer gezien of zo. Het slaat echt nergens op. Gossip Girl, of course. Echt love it. Daarnaast vind ik La Casa de Papel heel leuk. Prison Break, vooral het eerste seizoen, is echt amazing. Die heb ik ook volgens mij echt 3 keer gezien. Pretty Little Liars heb ik vaak gezien, maar die vind ik niet zo heel leuk meer. Elite vind ik echt een hele leuke serie. Orphan Black. Echt, Orphan Black is zo'n leuke serie. Volgens mij komen we daar niet seizoenen meer van of zo. Ze zijn best wel oud. Ik heb vooral heel veel series gekeken vanaf 2014. Toen heb ik echt gebingewatched. Toen heb ik echt no fucking life. Dus ik heb zo series gekeken. Afgelopen jaar echt vet weinig. Maar ik vind het altijd leuk om series te starten. En ik kijk altijd series die net uitkomen. En dan komen er nieuwe seizoenen. En dan kijk ik. Ik heb Riverdale, al die series, al de eerste 2 seizoenen gezien. En zodra er nieuwe seizoenen bij komen, dan ben ik een soort vergeten. How I Get Away with Murder en al die dingen. Ja, ik heb het niet meer gezien. Maar ja, ik vind het wel leuk. I love series. Echt, laat me weten in de comments wat jullie favoriete series zijn. Welke serie ik echt moet kijken. Want misschien heb ik hem nog wel helemaal nooit gezien. Iemand vroeg mij trouwens hoe het is met mijn permanent wenkbrauwen. Ik weet niet of jullie het weten, maar een tijd, denk ik ongeveer 1/2 jaar geleden, heb ik Bowdbrows laten zetten bij AS Studio van Anna. Echt, I love her. She is so amazing. Ze is echt zo'n lieve meid. Ik heb bij haar Bowdbrows laten zetten. En ik heb nu gewoon geen make-up op, geen make-up op mijn wenkbrauwen ook. Ik ga binnenkort weer langs voor een 1/2-jaarlijkse touch-up. Maar mijn ervaring is echt niet normaal positief. Bij mij is dit nou 2 keer dus. En ja, zet dat weer een mooie vorm voor je wenkbrauwen. Dit is semi-permanent. Het blijft 2 jaar zitten. Maar je kan 1/2-jaarlijkse touch-ups doen waardoor het mooi blijft. En het enige wat ik doe is een beetje wenkbrauwgel. En that's it. En het zit gewoon altijd mooi. Ik kan misschien een foto vinden van hoe het hiervoor was. Hiervoor had ik echt totaal niet zulke donkere en niet zo'n mooie lijn. Met epileren, ik had echt geen, ik had zo geen gelijke wenkbrauwen. Het zag er ook heel lelijk uit. Ik kreeg ook wel eens een comment van, je wenkbrauwen zijn echt apart en niet gelijk. En dat is nu wel. En ik ben er zo dankbaar en blij mee. En je weet gewoon waar het getatoeëerd is. Dus je weet precies waar je het haartje moet wegtrekken. Dus het is zo makkelijk en simpel. En ik ben er zo niet helemaal blij mee. I love it. Ik ga binnenkort weer langs. Ik heb echt zin in. Want het is altijd zo gezellig met haar. En zo leuk. En ja, ik vind het helemaal leuk. Ze zit trouwens in permanent. Maar ja, ik ga nu lekker naar bed. Ik ga denk ik nog heel veel serie kijken. Want het is 11 uur. En ik ben ook moe om 11 uur. En morgen heb ik een leuke video. Die ik ga filmen met Isabel en Bo. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En het is alweer. Holy moly. Super mooi weer. Echt. Oh my fucking lord. Hier word ik gewoon blij van. Als ik wakker word en ik zie dit weer. Blauwe lucht en een zon. Mijn mood is gewoon helemaal bepaald hierdoor. Oké, ik zal jullie even mijn outfit of the day laten zien. Ik heb dit super cutie jurkje aan. Van Goods & Gusto. I like it. Ik draag ook een bikershirt onder. En ik heb deze super leuke laarsjes van Comcat Fashion erbij. I love the summer. Nou, spring outfit eigenlijk. Ik ga hem nu even opmaken. En dan komen Isabel en Bo zo meteen. En dan gaan we een Harbor Club. Een zo. Ik kan echt niet praten. En dan gaan we een mukbang opnemen van de Harbor Club. Fucking lekker. Can't wait. Oké, ik heb me opgemaakt. En ik. Oh nee, nou, outfit heb ik al laten zien. Bo is er ook al. Ze zijn een beetje aan het klaarzetten. Ik ben echt benieuwd hoe laat het komt. Want het zou dus eigenlijk om 12 uur komen. Maar dat is allemaal gezeik. En nu komt het later. Maar nou, ik weet het niet. Ik hoop dat het een beetje op tijd komt. En we zijn nu aan het wachten op Isabel. En ik denk dat we even in de tuin gaan zitten. Want het is zo mooi weer. Ja, het is echt geweldig. Ja.
Nou. Oh, je masker. Ik kan niet door. Geen zin om af te halen. Ik ben de vlogcamera vergeten. Maar ja, het eten duurt fucking lang voordat het er is. Dus we dachten, we gaan even genieten van het weer. Even een rondje lopen. We hebben een waterijsje. Zo'n waterijsje is echt lifehack voor afvallen. Ja, dan eet je toch gewoon eet. Als je dit gewoon eet, dan heb je wel het gevoel dat je iets hebt gegeten. Maar dit is maar 50 calorieën. Maar als je af moet vallen, moet je niet opeens stoppen met eten. Nee, maar ik bedoel gewoon een lekkere snack voor afvallen. Klopt. Zou, maar, zou je wat even lekker eten ofzo? Weet je wat het ja. is? Nee, oké, okay, we zitten nu hier even op een bankie. Zo, dat is echt een mooie camera. Ja. Holy fuck. Ja. Hij heeft 12 pro, hè? Ja. Nou, dat eten, dat wordt helemaal niks. Nee, dat is echt kut. Gaat fucking laat komen, wij moeten werken, dus weet ik. Er zijn gewoon mensen aan het zwemmen hier, hè? Ja, what the fuck. Guys, what the fuck. Deze mensen zeggen wat. Weet je hoe koud het is? Ja, dat is echt niet gezond, hoor. Het is echt zo heet, het is gewoon niet normaal. Het is zo lekker. Ja, ik voel me echt gewoon zo. Maar ik voel me helemaal in mijn element. Dit is gewoon weer om te varen. Klopt. Oké. Ik voel me echt zo in mijn element. Ik voel me helemaal herboren. Hoofd 2. Dat is zo'n vraag. Te bellen. Nou, wij. En, ja, ik ben bij mijn vriendin, bij Saar. Hoi. Ik ben inmiddels terug van werk. Dat was wel chill, even lekker werk. Ik ben natuurlijk echt lang niet uit huis geweest en lang niet heb ik gewerkt. Echt 2 weken of zo. Dus dat was wel even lekker. Het was ook echt super mooi weer. Dus dan is het echt heel chill om te bezorgen. Ik ga nu een lekker soepje eten, tomatensoepje. Want ik heb natuurlijk echt wel lekker veel gegeten vanmiddag. Dus ik heb echt geen honger eigenlijk. Dus ik eet even een lekker tomatensoepje die ik zelf heb gemaakt. En zometeen komt Stan gezellig hierheen. Ja, dat is niet zo gezellig hoor. Stoer ben jij zeg. Het is inmiddels 9:30. Stan is aangekomen. We gaan nu het laatste deel van de Hunger Games kijken. Want daar hebben we dus alle 3 de delen van gezien. En nu gaan we het laatste deel kijken. Ik heb volgens mij de serie al een keer gezien, maar het is zo lang geleden. Ik weet er wel een beetje van. Maar ik ga even lekker mijn make-up erop halen. En ik doe dat de laatste tijd met deze van Garnier. Dat heb ik dus gekregen en ik vind het zo chill. En ze hadden mij dus ook van die recyclebare watjes erbij gegeven. En die gebruik ik ook altijd. En als je ze omspoelt, dan gaat bijna alle make-up eraf. Dus dat is echt super chill. So that's letterlijk mijn night routine. Dat is het enige wat ik gebruik. Het zijn dus van die herbruikbare watjes. Nu spoel je het om en dan zijn ze gewoon weer schoon. En dan kan je het morgen weer gebruiken. Dus echt heel goed voor het milieu. En ja, ik spoel ze nu om. Maar ik ga ze gewoon elke week ook gewoon een keertje wassen. Want anders wordt het ook wel een beetje goor. Maar ik vind het echt een uitvinding. Moet je chillen. En weet je, deze. Nou, soms doe ik ook nog even een watje met wat tonic. Cleaning lotion van de tuin heb ik. Gewoon vet random. De laatste restjes. Zo, komt dan maar aardig wat af. En dan smeer ik deze crème op. Deze is echt heel dik en vet. Maar wel echt goed voor je hoofd. Heerlijk fresh. Want het gaat nog niet goed. Kan die niet gewoon even normaal doen? Goedemorgen normaal. Het is vandaag donderdag. Jezus, ik had... kijk dan. Ik vind het echt niet normaal. Hij had echt voor jou moeten stoppen. Wilt hij opeens... Ongelooflijk. Mensen. Niet normaal, wat een ASO. Nou, ik had om 9:30 afgesproken met Bo voor de zonnebank. Maar ik was helemaal de weg kwijt. Want we hadden maar 12:00 gereserveerd. Dus ik had echt 12:00 in mijn hoofd. Opeens staat Bo om 9:30 voor de deur. Nou ja, gelukkig was je lekker op tijd. Dus ik heb nog even een koffietje gemaakt. Dan ga ik nu opdrinken. En we rijden nu naar de zonnebank. Ja, ik ben echt benieuwd of hij het goed gaat doen. Ik hoop het ook. Ja. Want normaal, meestal als zeg maar heb ik, als je meer voor de eerste keer gaat, dan valt het altijd weer tegen. Altijd als je de eerste dan keer gaat. Dan ben je weer een klein beetje rood en dan is het niet echt bruinig voor je gevoel. Klopt. Dus dat zie ik nooit. Echt twee hier. Ja, we gaan... Hè? What the fuck? Wat is er gebeurd? Er zijn hier echt fucking veel... Nee, ik kan hier niet langs denk ik. Maar ik wil gewoon alsof we naar de spar moeten. Kijk, jongens, zijn hier allemaal brandweer. En er is dus iemand te water of zo. Maar hoe kan dat nou weer? Wat houdt dat in precies? Ik denk dat we gewoon maar zo teruggaan. Ja.
Ik ben inmiddels al terug van de zonnebank. Nou, voor mijn gevoel is hier echt helemaal gekloot. Dus ik moet even nog een paar keer gaan. Ik heb net even geluncht en Stan is inmiddels naar huis. Ik heb nu online les. Super saai, echt geen zin in. Tot 5 uur. Nou, dan ga ik boodschappen halen. Dus ja. Oké, ik heb me heel klein beetje opgemaakt tijdens de les. En ik ga zo meteen dus boodschappen doen. Ik heb echt de hele dag al deze outfit aan. Sportlegging en een shirt van Daily Paper. Ik heb zoveel zin in koffie, dus ik ga nu koffie zetten. En ik ga zo meteen super leuke items zien van Labella. Voor de mensen die niet kennen, Labella is de webshop van Isabelle en een vriendin Indy. En hun zijn nu binnenkort bezig met kleding. Dus ik heb hele leuke dingen ontvangen. Dus dat laat ik zo zien. En ik heb ook een kortingscode. So stay tuned. En dan ga ik ze meteen de items laten zien. Heel leuk. Oké, ik ben net klaar met mijn les. En zoals ik net dus zei, heb ik iets heel erg leuks. Mijn beste vriendin, Isabelle. Echt de meeste van jullie kennen haar waarschijnlijk wel. Die heeft een eigen webshop. Dat heet Labella. Samen met een vriendinnetje Indy. En ja, eerst hadden ze altijd sieraden. Ik was vaker met hun samenwerking gedaan. En nu hebben ze dus een kledingcollectie uitgebracht. Echt super leuk. Dus ik heb daar een paar items van mogen ontvangen. En ik heb ook wat sieraden, want ze hebben ook een nieuwe sieradencollectie. Ik heb het hier. Ik ben echt helemaal excited hoe het past. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ga even beginnen met de sieraden, want het pak vind ik echt het gaafst. Dus die wil ik voor het laatst bewaren. Ik ben al mijn sieraden ook helemaal zat. Heel vaak krijg ik ook de vraag waar ik mijn sieraden vandaan haal. En ik haal deze meeste van Labella. Ik heb ook een kortingscode, namelijk SARAVERWOORD15. En dan krijgen jullie 15% korting. Dus dat is best wel een lekkere korting. Nee. Oh, het zit altijd zo leuk ingepakt. Ik vind het echt heel leuk. Ze hebben dus alles helemaal leuk cute ingepakt voor mij. Dat vind ik heel leuk. Nou, laten we dit maar gaan openen. Oh, I love the details. Zo cute. Ik vind dat altijd al gewoon zonde om open te maken. Hier zitten als eerste kettingen in. Ik heb nu een hele hoop kettingen. En deze heb ik echt al maanden om. Deze zijn ook allemaal van hun. En ik douche hiermee. Ik slaap. Ik heb ze gewoon altijd om. Laat ik zo zeggen. Ik ben net onder zonnebank geweest. Ik heb ze altijd om. En dat komt omdat ze stainless steel zijn. En ze kunnen dus echt water. Dus ze zijn waterproof. Dus ik heb eigenlijk een nieuw setje kettingen. Die ik om ga doen. Ik ga deze allemaal afdoen, want ik ben deze zo zat allemaal op een gegeven moment echt zat. Dus ja, het eerst is het een wat dikkere ketting. Dan twee hele mooie subtiele. Deze zijn in verschillende lengtes. En dan een nieuw slotje. Ik heb hier een slotje en hier staat een golfje op. En hier staat Amor op. Dus dat is nog wel een leuker detail. Ik ga het eerst allemaal laten zien en dan doe ik zo meteen even alle sieraden onder. Dan hier... twee hele leuke armbandjes. Oeh, heel leuk. Ik heb hier een hele grote om. Maar die heb ik ook al heel lang om. Dus die ben ik eigenlijk ook zat. Dus dan kan ik om deze arm deze omdoen. Deze is ook wat subtieler. Dat is de ketting. En deze wat grover. En dan als laatste de sieraden. Oh. Ik heb twee hele leuke ringen. Oh my god. Hier was ik echt het meest benieuwd naar. Deze ring met Amor. Gaaf. Heel leuk. En één gewoon een best normale ring. Maar dat vind ik juist wel leuk. Ik heb trouwens echt nog steeds een lelijke pleister om mijn vinger. Het ziet er allemaal niet uit. Deze en deze is verstelbaar. Is ook heel leuk. Oké, ik ga even kijken waar ik deze ringen ga doen. Ik heb het nu zo gedaan. Hier zit de Amor en hier zit deze. Dus nu ziet het er zo uit. Ik heb echt veel ringen om, I know, maar ik vind het heerlijk. En dan heb ik een heel schattig oorbelletje, een ringetje met diamantjes erop. Heel schattig en subtiel. Dat is echt heel leuk. Oh, ik ga dat meteen omdoen. Oh, dit is echt heel cute. Kijk, love it. Oké, ik heb de kettingen om en kijk hoe leuk dit staat. Ik vind het echt zo leuk staan. Echt heel cute. Ik vind het echt heel leuk dat deze ook hetzelfde draadje heeft. Dus het komt helemaal samen. Ja, ik vind het echt helemaal leuk. Mijn vader heeft even de armbandjes omgedaan. Wat een helder job. Heel erg leuk. Super cute. Dus ik ga nu even de kleding laten zien nog.
Oké, het eerst heb ik dus echt een super gaaf pak. In het beige, ja. Ik heb nog niet echt een pak zo bij elkaar wat ik echt heel leuk vind. Het eerste is een broek. Ik heb de broek volgens mij in de maat L. Het leuke is dat ze ook echt helemaal een eigen label echt in de kleding hebben en zo. Dus echt heel gaaf. En het jasje en het topje heb ik volgens mij in maat M. Er zit dus ook een heel leuk topje bij. Kijk hoe leuk. En dan een blazer. Een beige blazer. Dus ga ik het aandoen. En daarnaast hebben ze ook nog een heel ander leuk topje gegeven. En dit is gewoon een leuk zomertopje. Ik begin wel even met het zomertopje. En dan het leukste voor het echt voor het alledaags. Dit is het topje. Echt super cute. Ik denk dat ze mij de maat M hebben gegeven. Maar ja, het is dus een beetje kropt. Maar nou, ik vind het echt super leuk. Oh, mijn batterij is bijna leeg. Nou, maakt niet uit. Ik heb nog een nieuwe batterij. Heel erg leuk. Dit ga ik denk ik echt super vaak dragen. Dus ook echt leuk op een spijkerbroek. Oké, ik heb als eerste top en een broek aan. Ja, de top zit echt perfect. Het is eigenlijk super chill dat je, omdat er een vulling in zit, niet per se een BH onder hoeft te dragen. Dus het kan wel als je het leuk vindt, maar het hoeft niet. En ja, de broek zit eigenlijk ook perfect. Van achter zit het ook helemaal goed allemaal. Ja, echt zit super mooi. Het is ook niet te lang. Ik ben 1,70, dus de broek is gewoon, valt gewoon normaal. Heel erg leuk. En nu ga ik het jasje erop doen. Ja, met het jasje maakt het het echt helemaal af. Het is echt heel erg leuk voor een leuk feest of zo. Het enige wat ik heb is dat mijn string een beetje doorschijnt. Maar dat komt denk ik doordat ik een zwarte string aan heb. Dus ja, dat is het enige. Heel erg leuk met hakker eronder. Ik vind het echt super leuk bak. Dus ja, je moet echt hun website checken. Ik zal sowieso een linkje in de beschrijving zetten, of course. En ja, vergeet zeker niet mijn kortingscode te gebruiken. Sarah Foevert 15. Het is alweer 19:30. Echt, de tijd gaat zo snel. Ik ga nu boodschappen doen. Ik heb een heel lijstje gemaakt. Dus ik ga even naar Albert Heijn even boodschappen halen. En ja, vandaag is de avond tot 10 uur. Maar ja, ik heb natuurlijk helemaal niks aan. Dus laat nergens op. En ja, ik heb geen idee wat ik ga doen vanavond. Misschien even een beetje van school of zo. Dat is wel hard nodig. Oké, ik heb nu dit ding weer vastgemaakt in mijn auto. Ik ga dus boodschappen halen. Dit is top. Morgen heb ik in de ochtend. Nou ja, ochtend. Ik heb om 11:45 in Purmerend. Dus dan moet ik hier ongeveer 11 uur weg. Heb ik een afspraak voor mijn wenkbrauwen. Ik zit echt al een druk weg. Dus ik had 100 auto's. Zo, het is echt een felle zon. Ik word wel altijd vet blij van de zon. I love the sun. Ik zag dus net een TikTok en daar ging iemand de Everything But The Bagel seasoning maken. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is echt een soort seasoning in Amerika. De Everything But The Bagel seasoning. En ik zie het echt overal en het lijkt me lekker. Ja, ik ga dus echt even naar voren, meneer. Schatje, zo morgen. Zonnetje. Die Everything But The Bagel seasoning zelf thuis kan maken. Wat je dus nodig hebt is sesamzaad, zwart en wit. Knoflookpoeder, zout en maanzaadjes. Nou, ik heb alleen geen maanzaad. Dus dat moet ik even bij de Albert Heijn kopen als ze het hebben. Ik vind boodschappen doen dus heel leuk. Maar dat komt omdat ik niet op mezelf woon. Dus ik hoef het niet vaak te doen. Maar ik vind het gewoon heerlijk om boodschappen te doen. En in de winkel te lopen en allemaal te kijken naar lekker eten en zo. Ja, ik ben gewoon eetverslaafd. Morgen heb ik dus alweer een half jaar met Stan. Het is echt niet normaal hoe snel dat gaat. Gewoon een half jaar al. Ik weet nog dat ik aan jullie vertelde van, oh, ik heb een relatie en Maar we willen dus naar de Hollywood drive-thru gaan. Omdat we een half jaar hebben gedacht dat we iets leuks doen. Maar wat? En ik had toen op mijn Instagram gevraagd wat jullie, zeg maar, iets leuks vinden. Een leuke drive-thru of een leuk restaurant. En toen zeiden echt heel veel van jullie de drive-thru. Dus ik dacht, nou, dat is dan wel leuk om te doen. Ik vind het wel lekker. Voel die zon in mijn bakjes. Ik haat de radio. Nou, ik haat de radio echt. Je hebt er gewoon helemaal niks aan. Morgen gaan we naar die Hollywood Drive, maar waarschijnlijk proef ik helemaal niks. Dus gewoon kut. En dan ga ik eigenlijk calorieën eten wat ik helemaal niet lekker vind. Nou, misschien wil ik helemaal niet eens. Nou, weet je, we kijken morgen allemaal.
gebeurt hier? Een fietser die wilde overzingen, maar is gewoon fucking groen, dus ik ben aangereden. Het is donderdagavond. Zou de supermarkt rustig of druk zijn? Aan het parkeerterrein te zien is het best wel rustig, dus ik hoop het. Nou, ik ga hier wel staan. De mensen kijken me echt heel apart aan. Help me. Ja, jongens, dit ga je me niet menen. Ik ben gewoon mijn telefoon vergeten. Ik lijk echt gewoon niet mezelf. Als iemand het laatste telefoon vergeet, ben ik het wel. En daar stond mijn hele lijstje op. Dus nu wordt het gewoon één pure gok. Nou jongens, ik zit weer in de auto. Echt zo kut. Ik ben nu echt gewoon de helft vergeten voor mijn gevoel. Ik had helemaal een lijstje gemaakt. Nou, alles vergeten. Ik heb echt geen idee. Ik heb maar een beetje die winkel rondgelopen en maar het gepakt. Ik heb dus wel maanzaad gevonden. Ik zat even bij de kruiden te zoeken for some reason. Maar het stond dus bij de ontbijt gegaan en zo. Nou ja, ik weet het ook allemaal niet. What the fuck? Niet laten verleiden om slechte dingen te kopen. So I'm proud of myself. Oké, ik ga nu de everything but the bagel seasoning maken. Ik ga even de spullen pakken die je nodig hebt. Wat je dus nodig hebt is witte sesamzaadjes, zwarte, deze komen van Sligro, maanzaad, ja, heel apart, knoflookpoeder en zout. Alles een beetje bij elkaar gooien in een bakje. En dan ga ik het in dit potje doen. En volgens mij, de everything but the bagel seasoning komt van een bagel. Alleen, volgens mij wordt het echt op alles gebruikt. Op avocado toast. Je kan het echt op van alles doen. Ik weet alleen niet hoeveel je van alles nodig hebt. Maanzaad. Wat is maanzaad überhaupt? Het was nog best wel duur ook, maar boeien. Wat is maanzaad? Smaakt echt nergens naar. Dat net zo goed niet doen, maar ja, het ziet er gewoon leuk uit. De zwarte sesamzaadjes. Ik heb echt best wel een vol bakje. Hoe cute is dit? Dit kan je echt op je zalm gooien. Op echt werkelijk waar alles. Hier hebben we de self-made everything with the bagel seasoning. Ik ga dit gewoon nog iets meer van alles doen, anders heb ik echt alles voor niks gevolgd. Nu is het klaar en dan kan je zo vet leuk decoreren. De self-made everything with the bagel seasoning is nu klaar. Nou, dit is echt amazeballs. Dit kan je ook voor je sushi gebruiken, voor werkelijk waar alles. Hier een beetje zo heb sprinkeld en dan is het helemaal leuk. De mensen die niet weten wat everything but the bagel seasoning is. De mensen die niet weten wat de everything but the bagel seasoning is, denken waarschijnlijk nu echt van, what the fuck heeft deze chicken over? Ik lijk wel niet goed. In ieder geval, het is inmiddels avond en ik heb net een masker op mijn wenkbrauw gedaan. Dat stond namelijk ik heb zeg maar nog een etuietje met allemaal spulletjes voor mijn wenkbrauwen. En zeg maar de avond voordat je de behandeling krijgt, raadt ze aan om een masker op te doen. En er zit ook, toen ik daar was geweest, had ik ook allemaal maskertjes gekregen. Dit is altijd een crème dat je erop moet smeren. En hier kun je het ook mee schoonmaken, watjes. En er zaten dus ook nog zakjes met maskertjes in, maar die zijn nu op. Dus dit zet ik erop. Ik weet helemaal niet of het zo dik moet, maar ja, beter te veel als te weinig, zeggen we dan maar. En misschien kijkt ze dit nu niks echt zwaar. Waar de fuck ben je mee bezig? Ik ga lekker mijn bed in en lekker slapen. Ik moet nog wel even iets doen voor school. Oh kut, ik heb mijn bril op. Ja, dat moet lukken. En dan zie je morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb zo die afspraak voor mijn wenkbrauwen in Purmerend. Dus kijk hoe lang dat nou rijden voor mij is. Volgens mij iets van een uur of zo. Dus ik moet wel een beetje op tijd weg. Het is, oh, het is maar 42 minuten. Dan heb ik echt veel te ruim gerekend. Kort over 12 heb ik die afspraak. Maar dan ga ik wel gewoon kort over 11 weg. Heb ik
Tussen 10:15 en 11:30. Echt. Dat is top. Oh, hier heb ik alle tijd van de wereld. En ik hoef me niet op te maken, want ze gaan toch aan mijn wenkbrauwen zitten. Dus dan ga ik niet helemaal opmaken. Crème opdoen en mascara. Maar kan dat nou weer? Als je naar Amsterdam Noord gaat, is dat ook 42 minuten. Ik laat wel even mijn skincare routine zien. Ik gebruik altijd deze. Ik gebruik altijd deze eerst. Het is een soort serum acid van Paula's Choice. Dat ik weer over mijn gezicht. Zo. En dan altijd een lippenbalsem op. Ik heb nu deze toevallig, maar ik heb altijd verschillende. Gewoon als er één op heb, hebben we hier een nieuwe. Always. En dan, ja, ik heb verschillende crèmes die ik op kan doen. Ik wissel het eigenlijk elke dag een beetje af. Ik heb niet echt een vaste crème. Ik heb deze van Douglas. Ik heb deze van Garnier. En deze van Garnier. En today I feel like this one. Dus vandaag ga ik die roze doen. Tanning drops op, maar niet elke dag. Deze van Colestar. Deze. En ik doe trouwens soms ook een andere serum op. Deze van The Ordinary. Die doe ik ook soms op. Ja, ik doe eigenlijk altijd maar wat, weet je dat? Maar ik doe het wel. Ik doe het wel altijd. Ik vind mijn huid echt heel belangrijk. Vroeger, nou misschien een jaar geleden, toen deed ik dit echt nooit. En ik had zo'n slechte huid. Nou, niet zo'n slechte huid. Ik had ook gewoon goede huid. Maar ik heb nu wel echt gewoon 10 keer zo beter huid als toen. Ik had toen echt wel oneffenheden en kuisjes soms. En ja, dat heb ik niet allemaal niet. In de douche was ik mijn gezicht ook altijd met face wash. Met zo'n borstel maak ik het schoon. Dus. En in de avond smeer ik ook altijd dingen op. Heerlijk verfrissend voelt het altijd. Dan de laatste tijd spreek ik deze mask ook nog over mijn hele spul heen. Ja, wat is het? Een voedende mist van argan olie. Zo. Lekker veel. Dan laat ik het nu allemaal even goed intrekken. En dan doe ik altijd, als ik make-up doe, deze primer op. Deze heeft iemand van jullie me aangeraden. Heel blij mee. En dan doe ik make-up op. Maar ik denk dat ik vandaag alleen een beetje concealer, bronzer en mascara ga doen. Maar ik ga het eerst laten intrekken. De outfit of the day is deze zwarte lange jurk van Shein. En deze laarzen van Goods & Gusto. En kettingen van La Bella. Zoals ik gisteren heb laten zien. Gewoon een heel simpel oudje, maar wel leuk. Oké, ik zit in de auto. Ik ben er eigenlijk al bijna. Ik weet niet, ik vind autorijden zo heerlijk. Gewoon lekker muziekje aan in mezelf. Ik vind het top. Kutter moet heen. Oh, daar moet ik heel even stoppen. Oké, ik zit weer in de auto. Mijn wankies staan helemaal op. Leuk! I'm such a weirdo. Maar ja, in ieder geval ben ik echt vet blij. Ik ga zo meteen thuis even goed laten zien. En ik heb het super leuk mee te delen. We gaan namelijk een giveaway organiseren waar jullie ook een behandeling van Powder Brows kunnen winnen. Zo'n behandeling is echt boven €300. Dus het is echt wel een gaaf giveaway. Ja, voor de volgers die me al langer volgen. Ik heb het nu ongeveer een half jaar. En ja, ik ben er zo blij mee. Je hoeft gewoon nooit aan je wenkbrauwen te denken. Je staat op met flinky brows. Zo, we gaan helemaal kijken naar welke vorm wenkbrauwgroep bij jou past en zo. Dus ja, ik ga thuis wat meer over vertellen. Ik ga nu naar huis rijden. Maar super leuk. Jongens, ik heb trouwens even lunch gemaakt. Een wrap met ei, ui, tomaten, rookvlees. En de Everything but the Bagel seasoning. Oké, ik heb net heel de video geëdit, geüpload. Ik heb net foto's klaargezet die je moet plaatsen voor samenwerkingen. Ik heb alles helemaal geregeld. En ik ga hem tas inpakken en dan ga ik naar Stan toe. En ga gezellig uit eten. Ja, uit eten vanavond. Heb je het al gezegd? Een soort drive-in restaurant, superleuk. Oké, ik zit nu in de auto. Ik ben onderweg naar Stan. Ik weet niet of ik nou had gezegd, maar we hebben dus bij een restaurant geabonneerd, zou ik zeggen, gereserveerd. Waar je dus kan, ik moet heel even, drive-in restaurant. En dan word je dus echt soort bediend vanuit je auto. En het is bij ons hier in de buurt, dus superleuk. Want heel veel van jullie zijn naar de Hollywood Drive en zo en dit en dat. Maar we wilden eigenlijk gewoon even een beetje iets dichtbij. Want dan moet ik helemaal naar Rotterdam en geen zin in.
ik ben nu onderweg naar Stad. Ik heb allemaal spullen hier gepakt. En ik heb alles een beetje klaarstaan en geregeld als het goed is. Oké, we zitten nu in de auto. We zijn nu onderweg naar het restaurant. Het is best wel dichtbij, dus het is chill. Ik heb echt super veel honger. Ik heb vandaag alleen 3 maiswafels op en een wrap met ei. Dus dat is niet zoveel. Dus ik heb echt zin in eten. Rugzak? Nee. Niet? We moeten naar mij. Oké, we zijn nu bij het restaurant. Het is echt super leuk geregeld. Je kan hier dus helemaal in een kringetje zo staan met elkaar. En dan krijg je een kaart. Waar is die kaart nou? Die is sowieso bij jou erg. Nee, hier. Oh. Nou, we hebben dus een broodje. En dan heb je hier de kaart. En gewoon met voorgerecht en zo. Ik ga als voorgerecht steak tartare nemen. Dat staat daar op die borda. Als hoofdgerecht buffet. En we hebben hier gewoon lekker drinken. En ik heb een wijntje. Waar is je wijn nou? Zet hier links. Oh, ik heb daar wijn. Echt super leuk concept. Echt heel erg leuk. Zitten ze in de muiden. Oh my god, jongens. Kijk hoe goed dit eruit ziet. Ik heb een lekker steekje taart dus. En Stan heeft een carpaccio. Nou, ik vind dit echt een uitvinding. Ik vind dit zo leuk. Oh, lekker. We hebben het eten. Ik heb een lekker stukje bavette, een soort biefstuk. En Stan heeft een burger met frietjes. Heerlijk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik ben bij Stan. We gaan nu even een rondje lopen. Het is echt al heel laat. Het is... al bijna 2:30. We gaan in Alphen even een rondje lopen. En daarna zet ik Stan thuis af. Dan ga ik naar huis. Ik ga misschien met Nina even wat eten vanavond. Even kijken nog. En geen idee wat ik ga doen verder. Ik ben net thuis. Ik heb trouwens een super leuke topje van Labelle aan. I love it. En er is een pakketje binnen. Van Superwinkel. En deze website heeft dus allemaal lekkere lentegeurtjes. En ik heb een geurtje van... Balenciaga. Oh, hij is echt vet groot. Lenteluchtje van Balenciaga. Flora Botanica. Heel erg nieuw. Ik kan niet heel erg goed ruiken door corona. Oeh, het ziet er echt fancy uit. Kijk wel leuk. Het ruikt lekker. Echt heel lekker fris. Wow, dit is een lekker luchtje. Oh, heerlijk. I love it. Het is echt een leuke verpakking ook. Heel nice. Ah, jongens, ik heb heerlijke sushi weer van Neko Sushi. I love it. Ik ben trouwens bij Nina, had ik al gezegd. En we gaan lekker sushi eten. Ja, ziet er goed uit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Het is vandaag eerste paasdag. Oh no. Het is vandaag eerste paasdag en ja, ik had echt een kater, joh. Oh, ik ben weer een beetje leef. Het is nu 4 uur. Ik ben nu onderweg. Ik ga namelijk een borrelplank ophalen bij een restaurant. Super lekker is daar. Echt benieuwd. En daarna ga ik standaard ophalen, want het is bij hem in de buurt. Dus dan rijdt hij met mij mee naar huis en dan gaan we dat gezellig eten bij mij. En verder niks doen. Ja. Gisteren was echt super gezellig. Heb ik gisteravond nog gevlogd? Volgens mij niet. Maar het was echt super gezellig. En ja, yeah, that's my day. Kijk, we hebben de borrelplank. Hoe lekker. Super leuk. Oké, het is inmiddels maandagochtend. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke vlog vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet om een blauwe duimpje omhoog te geven. Natuurlijk om mijn kanaal te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!